Nederlandse jeugd hier doorgebracht. En extra leuk om dan nu zo'n mooie sail away party te hebben, terwijl we naar Marseille gaan. Ah, dat is zo mooi, hè? Heel leuk. Ik wist eigenlijk altijd al dat ik vanaf mijn 12e dat ik heel graag naar de Olympische Spelen wil gaan. Net als Odile ben ik op Curaçao geboren, in de Optimist begonnen. Curaçao klinkt lekker warm, maar er is ook heel veel wind. Dus ik vond het de eerste paar keren lang niet altijd leuk. Maar als je heel veel met zeilen bezig bent en je denkt alleen maar aan zeilen, aan zeilen, aan zeilen, dan op een gegeven moment moet je heel even wegstappen van het zeilen om later weer even terug te stappen in het zeilen. Anders draai je jezelf helemaal gek. En daar heb ik nog een handje van. Super. Ja, het is mooi om zoveel ambitie te zien. Ja. En wat ik ook leuk vond, dat ze zo'n verschillende achtergrond ook hebben. En allemaal als een van de belangrijke dingen zeggen dat ze het zeilen vooral leuk vinden. Hoe doen zij het? Hoe hebben wij het gedaan? Dat is natuurlijk echt dat je een wereld van het verschil. Ja, dat was echt heel cool. Het voelde eigenlijk al een beetje alsof we gewonnen hadden toen we binnenkwamen. Zoveel mensen, zoveel kinderen. Dus ja, het was echt een mooie middag. Ja, het is ontzettend leuk om de support van de vereniging te krijgen. En, leuk dat er zoveel enthousiaste jeugd is ook. En, ja, dat is wat de sport nodig heeft, dus dat is mooi. Ja, hele goede vragen. En ook kwam er wel aan de voren dat ze zeilen echt heel leuk vinden. Dus dat was heel belangrijk. En ik denk ook mooi om te laten zien dat we allemaal op verschillende manieren naar die spelen zijn gekomen. En dat is ook wel een beetje de les die we willen geven. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. En kijk vooral wie jij bent en wat jij leuk vindt om te doen. En ga daarmee aan de slag. Ja, ik heb een aantal jaartjes een lasergroepje gecoacht binnen de KNVL. Ja, zo ben ik ook in aanraking gekomen met de vereniging. En ja, via bepaalde mensen binnen de vereniging lid geworden. Ik vond het vooral heel erg leuk toen ik jong was om hier mijn trainingen te doen. Omdat het echt voelde als met vriendjes en vriendinnetjes het water op gaan. En het is nu leuk om hun te sport te zien. En dat is toch een steuntje in de rug tijdens het spelen.